Eens even kijken. Ik ga contact opnemen met Wietse van der Werf. Nederlandse activist en natuurbeschermer die zich inzet voor het beschermen van het bedreigde zeeleven. Hij heeft onder andere op de Sea Shepherd gezeten. Die ken je natuurlijk wel van Greenpeace. Is al een paar keer opgepakt ook, geloof ik. Door bepaalde acties. En, ook vanmorgen was hij weer het haasje. Eens even kijken wat hij te vertellen heeft. Goedemorgen, meneer Wietse. Hey Wietse, goedemorgen. Met Leslie, AFC. Hey, hoi. Hoi. Jij bent op plaats delict, zullen we het maar even noemen. Ja, en, ik kom er net van terug. Jij komt er net van terug. Ja, we hebben vanochtend zijn we echt met het eerste licht heel vroeg zijn we uitgevaren naar de zandplaats waar de bultrug Johannes ligt. Ja. En met een medisch team aan boord. En ja, de missie ging, ja, we willen gewoon eigenlijk weten hoe de situatie daar was en constateren of, of die nog leeft of niet. Ja. En het dier is nu overleden. Dus dat hebben we in ieder geval kunnen constateren. Ja. Dat is eigenlijk de actie van vanochtend, ging met name daarom. Ja, dat is in ieder geval dat je zeker weet hoe het zit en dat nu inderdaad het lijden van het dier in ieder geval over is. Ja, kijk, en het is natuurlijk een zaak waar heel veel mensen, heel veel maatschappelijke betrokkenheid, iedereen maakt zich er heel druk over. Hè, en dat is hartstikke goed. Maar het is ook, we denken gewoon, we gaan daarheen. We weten dat er een noodverordening is. Dat betekent dat ze dus hebben overtreden op het moment dat we daar naartoe gaan. En ik heb eigenlijk vanochtend met onze boot, ben om de schipper, we hebben gewoon besloten om toch uit te varen met het medisch team aan boord. Eigenlijk in overtreding van de wet om gewoon te kunnen constateren of het hier nog leeft. Ja. En ik denk dat heel veel mensen hebben een mening over. We willen gewoon echt daar zijn waar het hier is en gewoon de situatie nog eens gaan nemen. Dus, Eventjes, wat denk jij nou dat er fout is gegaan in deze situatie? Of wat er in ieder geval anders had gekund? Ja, nou wat er anders kan en zeker moet, en dat is ook eigenlijk bijna precies hetzelfde wat in de Orca Morgan-zaak is gebeurd, waar natuurlijk ook heel veel aandacht voor is geweest en nog steeds voor is. Ja. Is het feit dat het ministerie, die eigenlijk normaal besluiten neemt in dit soort zaken, dat die eigenlijk naar het vallen dolfinarium kijkt voor advies. Nou, dolfinarium heeft geen ervaring hiermee, daar spelen ook commerciële belangen. En er zijn heel veel onafhankelijke kennis, ligt er bij bepaalde organisaties, bij bepaalde onderzoekers. En die expertise wordt eigenlijk niet toegelaten. Dus wat er gewoon anders moet, is het feit dat er toch een platform komt waarin ook die organisaties en onafhankelijke onderzoekers betrokken zijn. En dat we ook in Nederland gewoon echt de expertise en de innovatie naar binnen halen om gewoon goed met dit soort spanningen te kunnen omgaan. In Australië en in Zeeland doen ze dat gewoon heel goed. Er zijn teams staan klaar met goed materieel. En in Nederland, dat is er nog niet. En het punt is dat. Wordt op dit moment wordt geargumenteerd dat ook door klimaatverandering, doordat de stromen in het water, dat verandert, dat deze stromen in de toekomst vaker kunnen gaan plaatsvinden. Nou, dan moeten we gewoon veel en veel beter voorbereid zijn. Ja, helemaal mee eens. Want je leest ook dan van, er is een rederij die heeft een paar jaar geleden al twee walvissen gered. Op een manier die ze nu weer van plan waren, met het weggraven van wat zand. Dat wordt dan niet toegelaten, omdat de KNRM dat ook al geprobeerd had. Maar de KNRM, dat is toch niet een organisatie die daar gespecialiseerd in is. Daar kunnen zij de kennis toch nooit over uitspreken, lijkt mij. Absoluut, kijk. Ja, en kijk, de reddingsmaatschappij is natuurlijk hartstikke goed dat die een poging wagen. Maar die hebben volgens mij zelf, die hebben ook geen belang bij dat andere pogingen dan stopgezet worden. Die hebben natuurlijk ook gewoon het beste voor met dat dier. Ja. Dus, en zelfs bij de politie merken we dat ook. Die zeggen ook van, misschien dat ze toch een oogje dicht hebben. We zijn er nu net ook geweest. Er wordt wel het proces globaal opgetekend dat we die noodvoering hebben al betreden. Ja. Maar ja, we moeten ook wel de politie weer. Hè, dus het gaat allemaal schappelijk. En ik denk, dit is toch echt licht bij de politiek. Dit is gewoon. Er moet gewoon politieke visie komen. De politiek moet gewoon begrijpen dat veel mensen zich druk maken hierom. En dat we gewoon echt goed zorg moeten dragen voor dit soort dieren. Dat is gewoon onze verantwoordelijkheid. Als een land en gewoon als mensen. En ik denk dat daar schort het tot nu aan. En met de orka-zaak wordt het Henk Bleker. Nu is het meneer Kampen die de minister is. Ja. En ja, die moeten gewoon middelen en geld beschikbaar stellen. En die moeten het gewoon faciliteren dat inderdaad echt een platform komt. En dat we het gewoon beter kunnen doen in de toekomst. Ja. Nou, heel goed. Ik wil je bedanken voor deze bijdrage, Wietse. En we gaan het afwachten wat er in de toekomst wel of niet gaat gebeuren hier. Ik denk dat dit nog wel een flinke staart heeft. Ja, dat kun je zeker van zijn. Hey, fijne dag nog. Jij ook, dankjewel. Hoi. Wietse van der Werf, die vanmorgen met eigen ogen heeft gezien hoe Johannes er maar teurig bij lag. Nou. We zullen het maar gauw niet vergeten, maar even in ons achterhoofd wegstoppen om verder te gaan met muziek. Op deze Classic Sunday. Toch een beetje een na-randje, maar we gaan er wat van maken. Dat doen we met Sybil. En Open Up The Door.